Er zijn sleutels hier. Zijn dat jouw sleutels hier? Ik ben gevraagd om spullen die onder mijn beheer zijn van het SZF over te dragen middels een brief waarin ook aangegeven is dat ik buiten functie ben gesteld en waarin dus in drie alinea's gezegd is dat ik spullen moet overdragen en dat mij verboden is om in contact te treden met mensen die bij het SZF werken. Ik heb dus overgedragen een auto die ik gebruik en een laptop. En wacht een inventarislijst af van dingen die dan misschien nog in mijn bezit zouden kunnen zijn. Maar je voelt ervan mee. Zo ja, geen brasa. Nee, kom het wel. Wat nog steeds niet afgerond is, is de overdracht van de dienst die ik heb gedraaid. Die moet ik op een correcte manier kunnen overdragen. Dus ik ga dus nu in de pen en schrijven wat ik denk dat ik moet overdragen. In elk geval dat het niet op een correcte manier kunnen overdragen geen consequenties moet hebben voor reus en allerlei andere onduidelijke zaken. Want ik heb niet overgedragen. En wat neemt u weer mee? Een hele mooie vaas die ik cadeau heb gehad van de secretaresse. Medicijnen die ik altijd bij me heb om mensen te helpen. Ik krijg medicijnen uit Nederland. En die hou ik daar altijd bij me om mensen gelukkig te maken die dan bepaalde medicijnen niet kunnen vinden. Boeken over medicijnen, dit soort dingen heb ik altijd bij me. De oude landschapkaarten. Zaken die ik heb gehad van dankbare patiënt. Je bent goud waard. En dit is een hele mooie. Ook van iemand gehad, Aladagu Abende. Dit is de meest geweldige foto uit het binnenland. En ik ben op zoek gegaan en ik heb die mensen kunnen identificeren. Pere en Kurura. Die heb ik gered van een vuilnisbelt. Hoe lang heeft u gewerkt bij SZF? Bijkans 3 jaar, dacht ik. Ik had gezegd, na de verkiezing, ongeacht de verkiezingsuitslag, stop ik bij het SZF. Ik heb andere zaken die ik wil doen. En dit is niet getimed, maar minimaal het enige wat ik kwalijk vind. En zonder echt te veel emoties heb ik niet. Het is gewoon onbeschoft. Maar dat geeft het niveau aan van de mensen die dit bedacht hebben. Bij de mensen, ik heb geen probleem met mevrouw Pronk hoor, als persoon. Mevrouw Pronk, we horen over enkele malversaties binnen de SZF. Wat kun je hierover vertellen? Ik heb op dit moment geen commentaar daarover. Het zou vreselijk prematuur zijn van mij om nu iets erover te zeggen. Überhaupt over een eventueel onderzoek. Dus u moet me voor nu even verschonen. U bent nogal controversieel geweest, hè? De afgelopen jaren. Ik ben niet controversieel geweest. Ik heb hard en zakelijk een aantal dingen laten zien. En met feiten onderbouwd. En tot vandaag is er geen enkele deskundige, arts, specialist, jurist of wie dan ook in het land die zegt, Hasserat heeft leugens verteld. Wanneer ik praat over de exorbitante declaraties, dan kan ik het onderbouwen met cijfers. Wanneer ik praat over de inkomens van mensen die in de presidentiële commissie hebben gezeten, 10 jaren lang in de presidentiële commissie van Bouterse hebben gezeten en vandaag de dag schreeuwen dat ze de gezondheidszorg gaan veranderen samen met de Vereniging van Medici. Die waren in de presidentiële commissie 10 jaren lang. Op de schoot van Bouterse. En nu praten ze aan de verhalen, want er is een nieuwe regering. Dan gaan ze het nu veranderen. Wanneer ik dat zeg, dan ben ik onaangenaam bezig. Maar is het dan niet waar? U klinkt nogal een beetje teleurgesteld, maar zijn er dingen waarop u trots bent? Ik ben absoluut niet teleurgesteld. Zo praat ik altijd. Ik ben absoluut niet, waarom moet ik teleurgesteld zijn? Ik ben er niet teleurgesteld. Ik heb juist uitgelegd aan een andere vertegenwoordiger van de media dat ik weer een legacy achterlaat. Ik heb in 83, 84 de legacy achtergelaten dat het SZF van een enorme verspilling van medicijnen, van 5 medicijnen per recept, teruggebracht is naar 2 medicijnen. Dus miljarden gulden zijn er daardoor bespaard gebleven. Laat ze gaan rekenen, 37 jaar lang. Ik heb nu achtergelaten als legacy. Het is me gelukt
een huisartsenpost, een EMA 24 uur apotheek. Iedereen in Paramaribo weet nu, ik kan komen. Dat is een legacy. Dus ik ben er blij om dat ik minstens in die 3 jaren iets heb achtergelaten. En nog een heleboel andere pogingen hebben gedaan die niet gelukt zijn of half gelukt zijn. Natuurlijk heb ik veel kritiek gehad. Denk je dat die mensen van VMS blij gaan zijn dat u nu vertrekt? Waarschijnlijk wel. Ze klappen in hun handjes. De vraag is, gaat mijn vertrek bijdragen aan een betere gezondheidszorg? Dat zullen we het in de feiten zien. Dan kunnen ze aantonen, kijk, toen Hasrat er was, heeft hij dit tegengehouden, is dat niet gelukt. Nu hij er niet is, gaat dat van een leien dakje. Dan moet ik mijn hoofd buigen. Dat zullen we zien. Maar heb je jouw informatie eruit gehaald? Dokter Umrao, u bent ook op non-actief gesteld, samen met meneer Hasrat? Dat klopt, ja. Nou, er is een schrijven aan mij gestuurd, waarin staat geschreven dat ik op non-actief ben gesteld vanwege gewijzigde beleidsinzichten. Dus heel vaag. En vandaag moet u het veld ruimen dus? Ik moet vandaag het veld ruimen, inderdaad, ja. Mm-hmm. Ik had een laptop in mijn bezit, waarop er heel gevoelige informatie zit. Namelijk fraudeonderzoek van specialisten, allerlei informatie van patiënten. Ik ben geblokkeerd op de server, dus ik heb geen toegang om die informatie zeg maar veilig te stellen. Maar ik heb statiecafons medegedeeld van luister, ik draag het over aan u en u bent verder aansprakelijk voor eventuele lek van informatie. Dat is het enige wat u inleveren moest? Ja, dat is het enige. Ja. Ja. Okay. En is dit de gebruikelijke locatie als jullie om zaken over te dragen? Nou, eigenlijk, we dragen niet elke dag zaken over. Dus we kijken wat op dat moment passend is. Waarom kan ik het dan? Daar is druk. Je hebt het verkeer gezien. Je hebt die drukte gezien. Hoe vertrekt u van hier? Deze auto is van mij. Die heb ik contant gekocht bij MN met het zuurverdiende geld uit Nederland. Van je ferie? Heel neutraal en wat ik zeg, het enige wat lullig is, dat neem ik mevrouw Prong niet eens persoonlijk kwalijk, is de onbeschoftheid in deze afhandeling. Ik ga vrolijk verder, de mensen die me kennen. Ik heb 50 jaar ervaring in de politiek. Ik heb een oorlog meegemaakt, ik heb zoveel rampen meegemaakt, ik heb zoveel tegenslagen gehad. Dit is geen tegenslag, dit is wat je zegt, alle dag wa abende. En dit is een van die dagen van deze hond. Hey bro, ga jij maar rijden? Ja. Ook wel. Heb de man die ontslag bij mij in dienst? Ik heb een chauffeur die nog niet teruggetrokken is. En als hij teruggetrokken wordt, geen probleem. Dan neem ik hem privé in dienst. Dan zal hij ontslag nemen bij het SZF, want hij werkt al 40 jaar met me. En ik heb hem toen bij het militair ziekenhuis gehad. Ik heb andere chauffeurs altijd privé betaald. En toen ik met hem begon te werken bij het SZF, heb ik hem ook 1,5 jaar privé betaald. Totdat het SZF hem heeft overgenomen. En als hij weg moet, dan komt hij weer privé in dienst bij mij. En dan betaal ik hem rustig weer uit mijn eigen zak. Want ik heb 2 pensioenen in Nederland. Nou. Sorry.